Yo mensen van dus David Games, de King 77 alweer met een vlog. Maar dan nu een serieuze vlog. Vlog? Hoe zeg je nou eigenlijk? Vloggen? Vlog. Ik ga vloggen. Maakt daar niet uit. Vorige week was het natuurlijk een beetje mijn stijl, mijn speelse vlog die de hele kleine kleutjes niet grappig vinden. Maar gelukkig vinden heel veel cabaretiers die mij inmiddels op Twitter volgen, een stuk of 5, 6 denk ik, een bekende Nederlandse cabaretiers, die vinden me wel grappig. Dat is wel belangrijk natuurlijk dat die kleine mannetjes mij niet grappig vinden, want die snappen nog geen reet van humor. Maar nu de serieuze, het serieuze gedeelte. What the fuck ben ik mee bezig? Het serieuze gedeelte. Ik ga het vandaag hebben met jullie over games. Yes! Huh? Games? Op een gamekanaal? Ja, ja. Ik ga het hebben over, kijk, stel jij hebt nu gewoon, dat kan, je bent een console gamer en je hebt nog geen geld voor de PS4. Of nog geen geld voor de Xbox One. Of je hebt wel geld ervoor, maar er zijn nog niet zoveel games uit. Dan kan je ook je Xbox 360 pakken of je PS3. En dan kan je daar gewoon hele vette old school games op spelen. Er zijn genoeg hele vette games die wat ouder zijn. Die je echt in de budget bakken voor 7,50, 10 euro, 15 euro kan kopen. En die zijn vaak vetter. Dat wou ik zeggen. Die zijn vaak vetter als bijvoorbeeld de nieuwe games. En het is geen gelul, ik meen dat echt. Er zijn heel vaak games die zijn echt vetter op de vorige gen, dus vorige gen, current gen. De current gen is mij nog de Xbox 60 en de PS3. En de next gen blijft mij nog even PS4 en Xbox One. Eigenlijk is het nu current gen, maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Er zijn heel veel games die zijn echt motherfucking vet. En dat zijn gewoon games die ik vet vind en die ik gespeeld heb. En die ik eigenlijk moet, als ik terug moet denken aan mijn console tijd, qua singleplayer, dat ik denk, toppie, die moet je zeker gaan spelen. Ik zal beginnen bij wat Xbox games. Ik leg even deze weg, want dit is echt. Je ziet niet wat ik wegleg. Maar ik ga gewoon beginnen met bijvoorbeeld een game die bijna niemand kent. Wat oude game. Alan Wake. Yes! Alan Wake is een horror game. Die gaat over, heel verrassend, Alan Wake. Het is echt een hele vette game. Het is echt een singleplayer game. Hij is 16 plus, maar ja, fuck it, gewoon spelen. Is dat goed wat ik zeg, pedagogisch? Nee, maar ja, hij is gewoon een beetje eng soms, maar er komt verder niet heel ernstig voor. Het is gewoon een beetje eng. Psychologische action thriller. Alan Wake, goede recensies, goede game, goede DLC erbij ook. Kun je ook nog downloaden. Is nou ook heel goedkoop, geloof ik. Ik denk dat ik deze al voor 15 euro kan kopen of zo. Of 10 euro, 15 euro. Alan Wake, onthoud deze. Leuke game. Een van mijn favoriete singleplayer game. Nee, niet de beste hoor, maar wat ook een meer bekendere is, die is natuurlijk, want die is gemaakt door Bethesda. Dat is Fallout 3, bitches, Fallout 3. Dat is echt gewoon heel, heel erg vet. Het gaat over een, post-apocalyptus. Het is gewoon na een, het speelt zich af in de toekomst. Het is na een nucleaire gedoe. Is de hele wereld eigenlijk weg en jij overleeft. In een of andere bunker ben jij opgegroeid. Als een soort robotkind ben je opgevoed bijna. Het is een ik weet niet precies, zo lang geleden. Hij is echt al een tijdje oud ook. Hij is maar echt van 2009 denk ik. Fallout 3, hele goede recensies, allemaal 9 en 9,5. Als je hem niet kent, ga spelen. Heb je iets wat er een beetje op lijkt? Nou, ben je op lijkt. Crysis 2, Crysis 3 is dit jaar uitgekomen, hè, afgelopen jaar. Maar dit is de oude, deze vind ik beter. De singleplayer is echt heel leuk om te spelen. Ik heb pro singleplayer, online niemand speelt niemand het meer. Leuke game, shooter. Staat ook hier op van the best looking game on console, zegt er een van de magazines. Maar het is toch wel terecht, toen was het echt heel mooi. Dan ga ik wat verder terug in de tijd. En dat is voor mij echt gewoon een van de beste singleplayer ervaringen die ik heb gehad op de Xbox 360. En het is alweer een tijdje geleden. Dat is echt uit 2007. Deel 1 is alleen goed hoor. Deel 2 is kut. En 3 heb ik nog niet gespeeld. Bioshock. Oh my god. Oh my god. Deze heb je voor 10 euro. Ik heb de special edition toen. Misschien dit. Maar wat een motherfucking vette game is dat, zegt Bioshock. Het gaat over een Big Daddy. Je hebt een paar enge dingen. De Big Daddy's moeten eng zijn, maar ik vind die meisjes, die zijn veel enger die erin voorkomen. En ik ga verder niet te veel uitweiden. Hij is 18 plus, hij is ook wel wat grof en hij is best wel eng om te spelen, moet ik zeggen. Geniale game, zeg verder niet over gaat. Gewoon kopen. 10 euro, Bioshock. Zoek het dan eens op. Ga naar gamerankings.com, dan kun je zien wat de recensies zijn. Wat een fucking vette game. Een wat nieuwere game, dat was voordat ik, net vlak voordat ik YouTube ging beginnen eigenlijk. Dat was dus mijn eind 2000. Of zo, begin 2010 of zo, even kijken. 2011, oh, 2011, want ik begon in 2011. Dit is een zomer van 2011, kwam dus uit. En ik begon dus november 2011, eind november, begon ik mijn YouTube-kanaal. Een beetje voor de geinen, laten we het pas serieus. En daarvoor speelde ik in de zomer deze game. Deze singleplayer game. Deus Ex. Motherfucking vette game. Het is een, hij is van Eidos Square Enix. Hij is echt goed. Hij gaat over gewoon over een, even kijken, Adam Jensen, ja. Die, ja, je gaat eigenlijk dood.
En je wordt gered als Adam Jensen. En er worden kunstmatige dingen op je lichaam. Het is natuurlijk in de toekomst worden er gezet. Waardoor je gewoon speciale abilities kan krijgen. En moet je ook aanlakken en zo. Het is een best slome stukje erin. Maar de muziek, het verhaal, de cutscenes. Het wapen dat erin voorkomt. Je reloopt met een bepaald wapen. Een SMG. Je komt de rook uit. Het geluid alleen al. Ik was verslaafd om mee te spelen. Je kan kiezen om stealthy te spelen meer. Doorheen te raggen en zo. Ik heb hem voor mij op hard ook uitgespeeld. Dus normal en hard. En het is echt leuk. Hard is een hele andere ervaring. Dan moet je meer stealthy spelen en zo. Hele vette game. Ook 18 plus. Maar heb ik het 18 plus? Dan voor mij wat langer terug in de tijd is Gears of War. De serie. Ik heb hier 2, 3 en deze. En ik heb, hoe heet die nou weer? Judgment heb ik hier liggen. Ja, die had ik dan gratis. En dit is een oude games. In 2006 kwam Gears of War 1, dat speel ik ook online. 2008 kwam Gears of War 2, 2010 kwam Gears of War 3 en Judgment kwam vorig jaar uit, maar dat is door een andere maker. Epic Games maakte de 1, 2 en 3. Het is qua singleplayer ervaring ook super vet. Het is eigenlijk natuurlijk een online shooter ook. Maar de singleplayer kan je ook co-op spelen, ook local co-op. Dus als je met je broertje wil spelen, maar je kan ook gewoon online co-op spelen. Dat is super vet om erheen te gaan. Ook om alle achievements te halen. Op normal, hardcore en insane is dan het laatste. Om met z'n tweeën dat erheen te gaan, elkaar revive. En vooral bij deel 1 en 2 is het een hele ervaring. 3 vind ik het wat minder qua insane. Omdat je ook gewoon, dat kan voor mij bij 2 ook al. De een kan op insane spelen en de andere op normal. En dan kan je hem uitspelen. Dat vind ik nep. En dat komt bij deel 1 niet. Dus deel 1 is zeker een aanrader. Ga die kopen 2006. Omdat alle achievements, je kan niet alle achievements halen online, kan je niet meer halen. Maar wel alle singleplayer achievements halen. Heel leuk. Alle collectibles, de corks die je moet zoeken, de cork decks. Dat is ook heel leuk om te doen. Hele vette serie. Zeker een aanrader. Mijn favoriete game op de Xbox 360 qua singleplayer is heel simpel. Deze komt later. Ninja Gaiden 3, geflopt. Maar Ninja Gaiden Black speel ik op de gewone Xbox. En Ninja Gaiden gewoon. En Ninja Gaiden 2 is nog steeds, staat op het boek als de moeilijkste game ooit. Samen met Super Meat Boy denk ik, maar deze is echt moeilijker. Ik ben echt 5 maanden bezig geweest, heb ik uiteindelijk Master Ninja uitgespeeld. Toen was ik nummer 256 van de wereld, om die dit uitspeelde. Hij was 1,3 miljoen keer verkocht, of 1,2 miljoen. En er waren maar 256 geregistreerde mensen. Dus ook op Xbox Live, want dan kan je het zien. Via Xbox Live kun je het meten, maar iedereen heeft Xbox Live bijna. Heb je geen gold, kunnen ze wel zien of je hem uitspeelt op aan achievements. Ik was 256 die hem uitspeelde en ik ben nog steeds trots op. Ik heb heel lang het logootje wat je dan lakt als profielplaatje genomen. Het is super vet om dat uit te spelen. Super moeilijk. Ninja Gaiden 2. Team Ninja. Het is, ik kan het uitleggen. Het is een vechtgame. Tecmo. Het is super moeilijk. Super vet. Het is ook van Dead or Alive. Maar dit is veel vet dan Dead or Alive. Dit is echt in de hardcore scene ook de game. De hack and slash de Ninja game. Dus motherfucking vet. Dat 2008. Heilig voor mij. Niemand mag dit afkraken. Ninja Gaiden. Fucking vet. Als laatste wil ik voor jullie nog even voor de PS3 mensen ook nog eventjes wat laten zien. Dat is, wat je zeker gespeeld moet hebben op de PS3, is Uncharted 1, Uncharted 2 en Uncharted 3, die wat minder is. Die kwam niet zo lang geleden nog uit. Ik denk 1,5 jaar terug. Naughty Dog, geniaal. En die hebben ook, hoe heet die ook alweer? Nou, ben die naam kwijt. Zet maar in de comments hoe die game heet met het meisje en die kerel. En dan The Last of Us. Yes, ik weet dat, The Last of Us. Die hebben ze ook gemaakt. Maar Uncharted is wel vet. Uncharted 1 is heel vet. Die is echt uit 2007. En uit 2009 denk ik. Is deze? Kan ik het zien? Ja, 2009. Uncharted 2. Een van de allerbeste singleplayer ervaringen uit mijn hele leven. Ik ga misschien let's play op DDG. Laat me weten. Of op mijn eigen kanaal. Al is hij oud. Het is zo fucking vet. Het is mooi gemaakt. Ik ga deze denk ik let's playen. Dit is echt de shit. Deze game heeft gewoon allemaal 9,5 en 10 en terecht. De muziek. Het verhaal. De shootouts. De puzzels. Beste adventure game ooit misschien wel, Uncharted 2. Uncharted 1 moet je wel mee beginnen, gewoon ook een heel vette game. Die kost echt denk ik 5 euro. Ik heb hem al platinum nog gekocht, toen voor 20 euro of zo. En nu is echt heel goedkoop. Koop die games, check die games. Dit was een lange vlog, maar ik denk ik laat je gewoon zien wat ik altijd speelde. En wat ook gewoon nog vet is om te spelen. En wat goedkope games zijn. Ga die lekker spelen, G. Thanks for watching The King's Chapter 7 met een heel andere vlog dan vorige week. Maar ik hou van variatie. Het hoeft niet altijd grappig te zijn. Al ben ik wel grappig. Over jullie fucking kleuters. Ik ben grappig. Klaar!